Welkom, mijn beste studenten. In je boek heb je dit plaatje gezien, dit overzicht. En ik denk dat dat voor zich spreekt. Je kunt het heel makkelijk aflezen op deze manier. Zijn de kostenposten die erin staan blauw gekleurd, dan zijn de kosten voor de afzender. Zijn de kosten oranje gekleurd, dan zijn de kosten voor de ontvanger. Afzender zit links, ontvanger zit rechts. Die pijltjes staan daar om het critical point aan te geven, oftewel de plek waar de kosten overgaan van de afzender naar de ontvanger. Hier kun je dit heel makkelijk aflezen. Als je nu een opdracht krijgt, pak je eventjes het ding erbij. Kijk je, is het blauw of is het oranje? Nou, dan weet je gelijk voor wie het is. Deze krijg je er echter niet bij op je toets. Dus dit is wel iets wat je uit je hoofd moet leren. Je kunt het op deze manier doen, hè, met kleurtjes. Er is ook een makkelijkere manier om dat voor jezelf uit je hoofd te leren. Ik ga je laten zien hoe dat werkt. Ten eerste moet je weten hoe je de transportketen tekent. Je hebt dat ook al gedaan met die kaartjes neerleggen diverse malen. En vervolgens moet je weten waar de kostenposten in de transportketen zitten. Dat moet je dus echt uit je hoofd gaan leren. Waarom? Nou, omdat je straks in de volgende periode een factuur bijvoorbeeld moet gaan maken of een offerte. En dan moet je weten welke kosten je aan jouw klant gaat doorberekenen. Dat kan de afzender zijn, maar jouw klant kan ook de ontvanger zijn. Dat hangt er maar net vanaf of dat je de cargo door uitgaand of inkomend bent. Je moet dus die kostenposten weten. De eerste kostenposten, preparing, BL en portie, horen onder de cargo door uitgaand. Pre-carriage onder het voortransport. Douane document export. Export is uitvoeren, dus in de laadhaven onder de douane. Terminal handling charges, THC loading in de laadhaven. En ISPS loading, de beveiligingskosten, zoals jullie geleerd hebben. Dan onder het schip hebben wij de sea freight, de BAF en de CAF. En de terminal in de loshaven, terminal handling charges, discharging, ISPS discharging. En bij de douane hebben we douane documenten import, invoeren is importeren, dus hoort aan de rechterkant. En als laatste hebben wij nog on carriage. Nou, als je deze kostenposten dus zo op kunt schrijven, dan raad ik je aan om dat bijvoorbeeld op te doen, even op de achterkant van je blaadje. Schrijf die kostenposten erop. Vervolgens moet je gaan kijken welke incoterm je hebt. Nou, we hebben er 4 geleerd. En wat je dus moet weten, waar staat die streep van die incoterm? Nou, die eerste is ex-works. Hier zie je hem helemaal aan de linkerkant. Je kunt nu letterlijk aflezen welke kosten voor de afzender zijn. Dat zijn de kosten links van de streep. Nou, er staan geen kosten links van de streep. Dus alle kosten rechts van de streep zijn voor de ontvanger. Zo simpel is het. Dus je moet weten waar de streep staat, dat critical point. En je kunt het vervolgens gewoon aflezen. Links voor de afzender, rechts voor de ontvanger. Nou, ex-works is makkelijk, hè? Gaan we naar de volgende incoterm kijken. En dat is free on board. Critical point zit hier. Alle kosten links van de streep zijn voor de afzender. Alle kosten rechts van de streep zijn voor de ontvanger. Dus tot aan hier is voor de afzender. En deze zijn voor de ontvanger. Zo simpel is het. Nou, gaan we naar de volgende incoterm. De volgende incoterm, en dit was dus free on board, hè. De volgende incoterm is CIF. Costs, insurance en freight. Critical point. Na het schip, dus voor de loshaven. De kosten in de loshaven zijn al voor de ontvanger. En de kosten aan deze kant van de streep zijn dus voor de afzender. Dus alles links van de streep is voor de afzender. Alles rechts van de streep is voor de ontvanger. Hebben we er nog eentje? En dat is DAP. Critical point ligt daar. Dus je zou zeggen, alle kosten links van de streep zijn voor de afzender en rechts voor de ontvanger. Maar er is één uitzondering. En dat hebben jullie al geleerd, hè? Douane document import. En dat zie je ook in het schemaatje wat we net gezien hebben. Douane document import is altijd bij DAP voor de ontvanger. Kijk maar, je ziet het hier in het schema. Douane document import is oranje voor de ontvanger. De rest van de kosten zijn blauw, dus voor de afzender. Dus wat we hier hebben zien staan, hebben we dus op deze manier wederom laten zien. Dus links van de streep is voor de afzender, rechts van de streep is voor de ontvanger. Zometeen gaan we dat prepaid en collect noemen, maar dan gaan we een klein stukje verder op in. Bedankt.